Ik ben Schalfo Diederik, ik ben parawielrenner. Ik ben momenteel 30 jaar en ik zit daarvan al meer dan 22 jaar op de fiets. Spijtig genoeg is er in 2008 een tragisch ongeval gebeurd bij mij. Een verkeersongeluk. Ik heb over de grens leven en dood meegemaakt. Het was 10 weken coma. Toen zei de dokters dat ik niet meer zou kunnen fietsen. En een aantal weken nadien ben ik met mijn fiets door het UZ in de gang gereden. En heb ik getoond aan die professor van ik ben terug en ik ga ervoor. Het is niet hoe hard dat je slaat, maar het is hoe hard dat je slaag kunt incasseren en blijven doorgaan in het leven.